Thank you.
Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw ook tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zij u, van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, in gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Beste familie, zusters en broeders, goedemiddag. Ik heet u allen van harte welkom. Verzoeken u uit eerbied en respect uw mobiele telefoon op silent te plaatsen. Laten wij deze niet zijn handen leggen van onze schepper, wanneer wij terug zullen geven onze zuster, Eloise Yvonne Vier Owen. Begin ik met u te zingen, lied nummer 13, 2 versen. Een trouwe vriend ook in de hemel, zoals de wereld die niet biedt. Lied nummer 13 zijn 2 strofes. Voor ook wat
door in woestijn, rees op aan de hemel zijn, door het geloof en dienst geven. Trouwe herder bleef ons bij, waar gij voorgaat, volgen mij. Zing ik met u lied nummer 15, 2 versen. Drees me je om je datra, zoal lobby, met misa gosugu, feriando. Lied nummer 15 zijn 2 strofes. Aangebroken en het gekier van de tortel
wordt gehoord in ons land. Zie de vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen. En de wijnstokken in bloei die geven geur. Sta op, kom mijn geliefde, mijn schone, sta op en kom. Zing ik met u. Lied nummer 16, 2 versen. Ga niet alleen door het leven, die last is niet te zwaar. Laat één uw sterkte geven, ga tot uw middelaar. Lied nummer 16, 2 strofes. Het leven gaat voorbij. Wij volgen. Het leven is maar even. Is het leven maar even? De vraag die wij altijd nog zullen blijven stellen, ja.
deze aarde zijn wij allemaal als mensen voor een korte tijd. Wanneer, waar, laat, zal ons altijd nog onbekend blijven. Wanneer wij hedenmiddag bij elkaar gekomen zijn, dan zijn dat gekomen met een eerst gevoel van dankbaarheid voor het leven van uw geliefde, onze zuster, via Owen Louise. En wij danken de goede God daarvoor. Wij danken de goede God niet alleen voor de momenten, voor de jaren van vreugde, blijdschap en plezier. Maar wij danken de goede God zeker ook dat u, wij samen met haar mochten meemaken momenten van minder prettige momenten zoals deze. Hemelvaart gaat hier ons pad. Wij zijn gasten hier beneden. Tot wij in de hemelstad komen in het zalig Eden. Welke in het dorre zand boven is ons. Op deze aarde heeft zij geprobeerd te doen, te leven, maar ook te ervaren het leven van de mens. En daar hij de goede God behaagd heeft, haar terug te roepen, ja, met pijn en verdriet in de harten van u, van ons allen. Doch moeten wij ons neerbuigen om te zeggen, Heer, zoals ik ben, kom ik. Want ook dit zal ons niet voorbij gaan. Wij zullen met z'n allen eens deze aarde moeten groeten. En wie zou dat graag willen? Niemand. Maar als je eenmaal geboren bent, zal je eens moeten sterven. Miyoko? Unaf pichin nasal. Als het over de dood gaat, dat heeft no was, maar no wat dat next. Iemand wordt jarig vandaag en wordt 50. Morgen gaat hij praten over hoe de dag was, is afgelopen. En gelijk neemt hij mee, Samo doet hem dat 60. Meno Samefjord, die wil niet. Overmorgen. Daarom zegt het woord, vandaag is ons gegeven, maar morgen is ons niet beloofd. En zo lees we tekenen qua graag. We tekenen qua potipato. En daarom ik potipato niet blij worden. We tekenen qua akadi we potitiwa visi. Visi zijn vi, no low moral enforcement. Want ook zij moeten ergens PTW betalen. En dan komen ze niet makkelijk aan de haak. Geliefden, plezier moeten we maken. Want verdriet komt van dat na dood. De dood mag ons niet ten gronde brengen. Want if dit is Charu controle, dan gaat Jezus ons vragen waar zij dat u gelooft. Maar hij geeft ons de zekerheid. Hij verzekert u om te zeggen, ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mijn geloof zal leven, ook al is hij God, goed zo leren, les dan kan worden. Nee. Laten wij dankbaar zijn. U heeft een moeder gehad. U heeft een schoon, een grootmoeder, een tante gehad. Van, ben ik dat verkeerd? Hoe oud was ze? Someone more. Ze mag blijven. Maar vanmorgen heb ik één helpen dragen naar het graf van 3 jaar. Hoe heb je hem de? Abril schrijft mijn vader even. 80 levensjaren. Daar is het gebleven. In diensten 80. Ze heeft het bewezen. En daar de tijd voor rijk is, heeft hij gesproken. Want zuster, laat ons gaan
laat alles achterleven. Wat in de weg moet staan, is wat u en ik verder moeten voortzetten. Laat Christus liefde leven. Weg wereld, weg vaarwel. Ze heeft het leven gedeeld met u, met ons allen. Maar ook dat was haar kleding. Kom, wij gaan naar eeuwigheid en naar rust zal Jezus zijn. Genade en vrede zijn u allen. Halleluja. Zing met u. Lied nummer 12. 3 versen. Al de weg leidt mij mijn Heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Na dit lied zullen we dan gaan luisteren naar het levensverhaal van onze zuster Heloïse, dat voorgelezen zal worden door die zegt het straks als u hier bent. Want ik wil dat ik mijn vrienden van de komen. Ja, dus straks mag u daar opkomen om uw zaak af te ronden. Al de weg leidt mij mijn Heiland. 3 strofes. Tijdens haar leven was ze getrouwd met Arno Vier,
beter bekend als Han, die haar ook reeds voor is gegaan. Zij traden in het huwelijksboom op 12 september 1968. En uit dat huwelijk werden 3 kinderen geboren, namelijk Glenn, Ilja, Edsel en Vien. Ook was zij de trotse oma van 9 kleinkinderen. Zij is ook pleegmoeder geweest van Mildred en Lilian Hoeven, beide ook achter in Nederland. En ook van de nu weiden Heidi Amelo, die zij nauwelijks een week of 2 ten graven dragen. Ook had ze van de vele 10 kinderen. Tante Hille, oma Hille of Tan, zoals ze werd genoemd, hield van tuinieren. Als je bij haar op bezoek kwam, was ze altijd bezig met haar tuin tussen de planten. Zelf als je ging bellen, zei ze, die ben niet in plantjes wadden. Zelfs ook toen de ouderdom aansloeg, bij haar was ze bezig in haar tuin. Zij had een kleine opvang thuis voor kinderen van werkende moeders en dat deed ze vol lof, met alle liefde en plezier. Zij maakte altijd haar eigen marinades voor vlees. Zuurgoed en lekkere ijsjes voor de verkoop vanuit huis en ging zij ook met haar auto rondwentelen in de binnenstad van Paramaribo en omgeving. En kwam vaak met lege tassen terug. Maar soms kwam zij ook thuis aan en zei, Tide aseri no wakaere, maar morgen zal het beter gaan. Ze was een lieve en aardige vrouw, moeder, tante en oma. Maar ze was ook heel streng. Want tante Hille liet niet met zich zollen. Hoe weet als je haar boos maakte? Zei ze de dingen altijd weg voor zijn raam. Of jij bent het met haar eens of niet, die keuze liet ze aan jou over. Maar ze kon ook heel erg grappig zijn hoor. Want als je haar belde en ze er niet op tijd bij was, dan zei ze, maar je tante ook te bijeren. En dan zou je roken naar haar telefoon. Of ze kon lachen zeggen, na opa en hoor je niet op jaso, kom je nog tegen haar telefoon op tijd. Tante Hille, wij gaan u missen. De laatste stofu toe voor naar beren voor Henriette Louise Maria Boon. Een vrouw die laatst nog zei, met Doro 100 jaar. Mi ego overtref alle braden na Sisafuni die twee naar mijn visie. Oma Hille, een vrouw van voorbij, ik noem haar bij haar naam. Hillewisse Pien Owen. Zo vlindert zij binnen en woorden, in woorden en zinnen. Een vrouw van voorbij. Zij blijft in ons gedachten, een vrouw van voorbij met ons verweven, in liefde, in verhalen en in bloemengeuren. Dat klinkt uit in verdriet. Dus mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding, maar dankbaarheid verandert de pijn van herinneringen in stille vreugde. Los tu suiti, kayu masrasi, lobi mama, grandmama, nana, tanta. Goed, mag ik dan
leden van de SOES uitnodigen om hun gedeelte ook af te ronden. Oh,
dit niet nog een keer te zingen. Want we weten zeker dat de zuster een levendige vrouw was. Ja? Maar alles maakt naar Pupeda. Nee, kom maar eens aan het zo. Ja? Dus we gaan het doen. If you feel sick, zeg ik dat we doen. Alhoewel, dat is een keer toen zien. We zien dat ik. Maar u maakt een beetje, ja, opgewekt zoals ze was. Herinner mij niet de sombere dagen, maar herinner mij zoals ik was toen ik alles nog kon. Pas Pupeda. Zelfs het.
Nogmaals, ik zou nog lang door kunnen gaan.
maar maak overal. Was u een moeder die alles voor uw kinderen opgehaald? Ik wil namens al uw kinderen, ik wil u namens al uw kinderen danken voor alles wat u voor ons hebt gedaan en ons geleerd. Rustig en eens zullen wij weer bij elkaar komen. Dit is de enige zekerheid van het leven die wij op deze aarde hebben. Geachte familieleden, vrienden, fijn dat u er bent. En dat geldt ook voor familieleden in Nederland, die nu naar de livestream kijken. Om onze moeder het laatste keer te bewijzen en afscheid van haar te nemen. Wij danken u voor uw steun, medeleven en aanwezigheid. Tevens danken wij de familieleden die onlangs de moeilijke hedendaagse situatie, financiële situatie, ruimte hebben gevonden voor een financiële bijdrage. Dank. Wijzigeling nummer 27, 2 versen. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan?
pray dan tot slot. Lied nummer 5. Jan dan aan de konden en engel in jouw pre. Je bent nu in de gelegenheid te condoleren, afscheid te nemen en condoleren is de voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, nog even af te tekenen. Jan dan aan de konden.
uno proco, uno proco mirati. Servi, desari, desari tu. Amiri, mirevo, uno cre. Amiri, usola, la.
Thank you.
Thank you.
Vai no bagaje. Thank you.
Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in zijn hand. Hij kent mijn naam, hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet mijn stil verdriet en hoort
Follow someone
and you know we hate him. Now we dance, man, to you. We am begging you, we am begging you. So are they? He got on our bungando. So are they? God said the Jesus go. So are they? And Jesus tapos ko buko. So are they? I hope for me, hey. I try me long to, hey. I hope for me futu then I hey go. I hope for me, hey. I try me long to, hey. I hope for me futu then I hey go. Yeah. In a Christ, and buy me free. Buy me, buy me, buy me, So I just see.